Ja, en ik lig er nu uit, dus jammer. Ik moest de 7 big blinds met 10-8 tegen 6. Dat zou je willen zien dan met 10-8, toch? Ja, hij was prima. Alleen hij flopte een setje. Ach ja. Kan niet altijd raak. Nee, je moet een beetje schuiven nu. Dus, en hopen dat je wat blinds oppikt. Ging een paar keer goed, maar het moet een keer de laatste keer zijn natuurlijk. Je bent volgens mij naar de Bahama's geweest, klopt dat? Nee. Dat dacht ik. Oh, dat was een groepje die... Aruba, maar ik was niet mee deze keer. Je bent dit niet mee. Vorig jaar was ik wel geweest met de groep inderdaad. Die hebben daar wat gespeeld? Ja, zijn we geweest. Was een toernooi was daar. En Ultimate Bed toernooi. En ja, dat is gewoon een relaxed eiland om te zijn. Dus wel leuk. Master sessies gaan we je natuurlijk terugzien, hè? Ja, zeker. Ja. Alles? Ik speelde 1500 No Limit. Misschien de Oma. Main event en de 1K met 1 rebuy. Dus. Ja, en voor de rest een beetje cash game misschien en een hotelletje. Ga je ook naar de Belgische kampioenschappen nog? Ja die heb ik, daar ga ik zeker heen. En misschien nog even kijken of we een team kunnen samenstellen voor... een team, en dat is wel een heel goed team, hè? Wie dan? We hebben één team uit Nederland met, dan moet ik het even uit mijn hoofd zeggen of ik het allemaal goed ga zeggen. Lex Veldhuis. Zo, ja. Plummelhaar. Ja, dat is wel een goed team. Betemans en... Ja, ik weet niet wie dat nog niet. In ieder geval een heel goed team. Ja. Ja, dat is een goed team, ja. Zou jij een team willen maken? Ja, met wat goede online spelers waarschijnlijk. Even kijken wie er mee doet. Want dat is de inleg 10.000 heads up toernooi. Team toernooi? Ja, het is 10.000 buy-in. En dus iedereen legt 2.500 in van het team. En je speelt de eerste dag, ieder speelt 3 toernooi, 3 heads upjes. En dan heb je met kruisfinales geloof ik. En op zich wel leuk. Ja. Studeer je nog? Nee, hè? Nee, niet echt. Jammer, anders hadden we in ieder geval, als het daar niet lukt, kunnen uitnodigen voor het NK studentenpoker. Want dat valt tegelijk de finale met België. En dat wordt ook een spektakel. 19 november in Amsterdam. Jammer dan. Dan maar in België kampioen worden. Ja, ik hoop het. Joris, we gaan het zien. In ieder geval bij de Masterclasses. Dankjewel. Hoi.